bij ons Charlotte Kool, de ritwinnares van deze hectische rit alleszins. Charlotte, kan je ons van A tot Z vertellen hoe de rit verlopen is vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal niet zoveel verwachting had. Ik was eigenlijk in eerste instantie niet eens plan hier te starten. Omdat ik nu 2,5 maand best wel aan het strukkelen ben geweest met een coronabesmetting. Ik ben niet erg ziek geweest, maar het heeft 2,5 maand geduurd voordat ik echt weer kon trainen. En nu ben ik eigenlijk net weer aan het trainen. En dit had ik echt niet gedacht. Gisteren ging al wel echt voor mijn gevoel heel goed. Alleen hadden we heel veel pech in de ploeg met valpartijen en lekke banden. Wat een beetje jammer was en in de einde maak ik een stomme fout. En vandaag was een korte rit, dus ik wist dat het voor mij perfect zou zijn. Omdat, dan, ja, omdat ik nog niet veel getraind heb, een kortere rit in mijn voordeel is. En mijn teamgenootjes zetten me gewoon perfect af. Ook al zijn we hier met een super jonge ploeg. En de meiden hebben nog niet heel veel ervaring. Ik zelf natuurlijk ook niet. Maar ze zetten me gewoon perfect af in het wiel van Movistar. En ik kon daar gewoon super goed rustig blijven. En wachten tot het juiste moment. En toen ik aanging, dacht ik eigenlijk dat ik iets te vroeg was. Maar ze kwamen er niet over. Dus dat was genoeg. Dus ik ben echt super blij. En ik had echt niet gedacht. Dus dit is heel mooi om zo weer terug te komen in de koers eigenlijk. Dankjewel en geniet van de overwinning. Ja, dankjewel.